Goedemiddag, welkom op het webinar over kortlopende mobiliteitsprojecten in het domein schoolonderwijs. De bedoeling van vandaag is toelichting te geven bij het aanvraagformulier, hoe dat is opgebouwd, hoe je dat moet invullen. Dus we gaan zo dadelijk een voorbeeld tonen en dat helemaal bespreken. Maar voor ik met het voorbeeld van start ga, wil ik heel kort een paar zaken snel in herinnering brengen. Om te beginnen, de deadline om uw aanvraag in te dienen is 23 februari 12 uur 's middags. De actie heet kortlopende mobiliteitsprojecten. Dat betekent dat de projectduur beperkt is. De minimumduur van zo'n project is 6 maanden en de maximumduur 18 maanden. Je project moet, als het goedgekeurd is, dit jaar nog van start gaan, tussen 1 juni en 31 december. En kortlopend mobiliteitsproject is ook beperkt qua aantal deelnemers. Je kan maximum 30 mobiliteiten aanvragen. Dat is dan gerekend zonder de eventuele begeleiders. Die moeten meegaan of deelnemers aan voorbereidende bezoek, maar dat zal ik straks nog wel even herhalen. En deze actie staat open voor organisaties die nog niet geaccrediteerd zijn in het domein schoolonderwijs. En je kan ook maximum 3 van dergelijke projecten aanvragen in een periode van 5 jaar. Goed, dat was even snel de belangrijkste zaken waar je rekening moet mee houden in verband met de kortlopende projecten. Dan ga ik nu aan de hand van een voorbeeld toelichten wat dat je allemaal moet doen en waar je moet opletten. Ik ga er op dit moment even vanuit dat alle deelnemers er al in geslaagd zijn van het aanvraagformulier terug te vinden en er al eentje te openen. Als dat niet het geval zou zijn, dan kunnen jullie ons op individuele basis contacteren en dan zullen we jullie verder helpen met het activeren van het formulier. In elk geval moet je hier op de portal zijn van Erasmus Plus en het European Solidarity Corps. Jan, ik zie jouw PowerPoint-projectie en niet jouw... nu wel. Ja, dankjewel. Goed. Dan heb ik een klein probleem. Even zo doen. Dus je moet sowieso via het Erasmus Plus en European Solidarity Corps portal gaan. En dan heb je hier links in de marge een aantal minuutjes. En je moet hier bij opportunities zijn. Dus ik ga dat nu niet tonen. Dus daar vind je het aanvraagformulier. En het formulier moet beginnen met de code KA122-SCH. Je hebt ook nog code VET, VET, maar dat is voor het domein beroepsonderwijs. Dus dat is een ander domein dan het domein schoolonderwijs. En je hebt ook nog adult education. Maar dus het gaat hier deze namiddag over het domein schoolonderwijs. Als je dat formulier geopend hebt, dan zal je een leeg formulier krijgen en zal je hier overal rode kruisjes zien staan. Dat betekent dat daar nog het een en het ander moet ingevuld worden. Ik heb dit nu al gedaan. Ja. Maar ik ga wel tonen. Hij puzzelen. Ah ja, dan hij moet, je kunt ook dat opschrijven. Ik even vragen aan de persoon die zijn micro nog open staat om die te sluiten. We gaan beginnen helemaal vooraan. Dat is de meest logische manier van werken. Dus het eerste blokje,
dat is de context. Dus daar staat in dat je indient in onder KA1 dat het gaat over een short-term project, dus een kortlopend. En dat je het indient in het domein schoolonderwijs. Op dit eerste blad moet je dan een projecttitel invullen. En je moet die projecttitel ook in het Engels weergeven. Nu, vermits het hier over KA1 gaat, mobiliteitsprojecten. En dat projecten zijn die je enkel voor je eigen organisatie aanvraagt. Verzoeken wij jullie om de aanvraag in het Nederlands te schrijven. En dus hier ga je dan op dat eerste blad aanduiden language used to fill in the form Dutch. De vragen zijn allemaal in het Engels, dus we hebben het formulier niet vertaald of laten vertalen, maar je vult het wel in het Nederlands. Dus je geeft een Nederlandstalige projecttitel en je vertaalt die. Dan moet je een startdatum kiezen voor het project. Ik heb daarnet gezegd dat die moet liggen tussen 1 juni en 31 december van dit jaar. Dus je klikt hier op het agendatje en dan kan je zelf de gewenste startdatum selecteren. We vragen jullie wel om bij voorkeur de eerste van een maand te selecteren als startdatum. Dan moet je de projectduur gaan aangeven. Ik heb daarnet ook gezegd, die ligt tussen 6 en 18 maanden. Dus je hebt hier een drop-down menu waar je de gewenste of de geplande duur kan selecteren. En dan zal hij automatisch, dan zal het formulier automatisch berekenen wat de projecteinddatum is. Dus ik heb hier nu 1 september gekozen. Dan is de einddatum 12 maanden later, logischerwijze. 31 augustus. Dan moet ik tot slot op dit eerste tabblad ook nog aanduiden in bij welk agentschap ik die aanvraag ga indienen. Vlaamse organisaties moeten zich tot EPOS wenden en EPOS heeft een code gekregen als nationaal agentschap B102. Dus gelieve het juiste agentschap te selecteren, de juiste code te gebruiken. Anders komt de aanvraag niet bij ons toe. En dat heeft ook gevolgen, dat zullen we straks zien, voor de juiste berekening van de beursbedragen. Dat is eigenlijk de start van van de aanvraag. Dat is het gemakkelijkste gedeelte. Verder in het aanvraagformulier gaan we volgende zaken moeten doen. We gaan de aanvrager moeten identificeren, dus jullie school of organisatie. We gaan ook de partners moeten identificeren, voor zover we die al kennen. We gaan moeten uitleggen wat de noden en de uitdagingen zijn die de aanleiding vormen om dit project te formuleren en later te gaan uitvoeren. En hoe je vanuit die noden en uitdagingen je projectdoelstellingen gaat formuleren. En daaraan gekoppeld de activiteiten die je wil doen om die doelstellingen te realiseren. Die activiteiten zegt uiteraard ook budget. Dus daar gaan we ook een aantal zaken moeten rond aanduiden, zodanig dat het budget kan berekend worden. Dan moet er... Moeten er ook nog vragen beantwoorden in verband met de follow-up. Dus van zodra je mobiliteiten voorbij zijn, ga je ook nog aan een aantal zaken moeten denken. En tot slot ga je ook nog een samenvatting moeten maken van je project. Maar dus daar gaan we nu stap voor stap doorheen gaan, door al die onderdelen van de aanvraag. Dus ik ga nu beginnen met de participating organizations in het meervoud. En dan zie je dat er hier twee onderdelen zijn. De applicant organization, dus de aanvrager, dat zijn jullie. En de hosting organizations, dat zijn de partners, zeg maar, waar je mee samen gaat werken. Je moet jezelf
Of je kan jezelf maar op één manier identificeren in zo'n aanvraag. Dat is aan de hand van een zogenaamd organizational ID. Dat is een nummer dat bestaat, of een code die bestaat uit de letter E, gevolgd door 8 cijfers. En elke school of elke organisatie mag 1 code hebben. Dus geen 2 of geen 3, 1 code. Als je niet weet of jouw school of jouw organisatie al een code heeft, dan kan je hier links in de menubalk op Organizations klikken en gaan zoeken. Of jouw school al een Organization ID heeft. Dat doe je hier bij Search for Organizations. En ik ga nu eens even kijken of de school, of er een school is met expert in de naam die al een OID heeft. En ik vind er nu natuurlijk verschillende. In totaal wel 100. Dus dan moet je even gaan scrollen door die lijst. Hier heb je dan pijltjes om naar de volgende pagina's te gaan. Dus op die manier kan je nagaan of jouw schoolorganisatie al een OID heeft. Je zal ook zien dat er verschillende statussen zijn. Sommige van die OID's die zijn al gecertificeerd door het NA, dus dat wil eigenlijk zeggen gevalideerd. Sommige staan nog in de status Waiting for NA Certification. Dat is met name het geval voor iemand die nu pas zijn OID heeft aangevraagd. Dat heeft eigenlijk op dit moment weinig belang, die status. Dus je kan, van zodra je weet wat het OID is, of als je tot de vaststelling komt, mijn organisatie heeft nog geen OID. En dus even terug op search klikken. Ik ga die sluiten. Terug even. Zo. Dus ik heb hier nu op search gezocht. Stel ik vind mijn school, mijn organisatie niet, dan kan je hier jouw school, jouw organisatie alsnog gaan registreren en dus een OID aanvragen. Dat krijg je vrijwel onmiddellijk en dan kan je dus aan de slag met jouw aanvraag. Ja, nu ga ik even terugkeren naar mijn aanvraag. Goed, om deze aanvraag te kunnen invullen heb ik een OID genomen van een willekeurige school, in dit geval van de GO scholengroep expert. Van zodra ik dat OID invul, zal er een deel informatie automatisch ingevuld worden, namelijk de wettelijke naam van de instelling, van de organisatie en het land waar die organisatie gevestigd is. Dat is een deel basisinformatie die ingevuld wordt, maar dan moet je zelf, en ik ga dat hier even tonen, op dat potloodje klikken en nog aanvullende informatie geven, namelijk wie dat de wettelijke vertegenwoordiger is van de school, van de organisatie, want dat is een gegeven dat dus in de loop van de tijd kan wisselen. En dus wij weten niet, of we worden niet verondersteld te weten, op het moment dat je de aanvraag doet, wie precies de directeur is of de wettelijke vertegenwoordiger die gemachtigd is om later het contract met EPOS te ondertekenen. Dus die persoon moet je gaan identificeren en je moet ook een, wat men dan hier noemt, een primary contact person gaan opgeven. Dat kan ook de wettelijke vertegenwoordiger zijn, maar meestal is dat iemand anders. Dus je moet die personen hier met die knoppen onderaan gaan toevoegen. Ik ga dus even klikken. Ik heb er nu al 2 geïdentificeerd, dus de legal representative en de primary contact person, maar ik kan er dus nog andere personen aan toevoegen die dan niet de legal zijn.
en ook niet de primary contact person. Maar dat is geen must. En je ziet dus dat je hier een aantal velden zal moeten invullen. De velden waar een rode asterisk naast staat, zoals first name, last name, telefoon en e-mail address, die zijn verplicht in te vullen. Title en position mag je invullen, maar dat is geen verplichting. En zodra ik dus niet alle verplicht, zolang ik niet alle verplichte velden heb ingevuld, zal ik hier incomplete zien staan. Ik ga dat nu even terug verwijderen, die derde persoon. Ik heb dus geen derde persoon die ik wil identificeren, maar dus wel mijn legal representative. Dus ik heb hier alles ingevuld en aangeduid dat hij de legal representative is. Oké, dus dat is gebeurd. Op die manier is dus de aanvragende organisatie geïdentificeerd. In een volgende blokje, maar daar gaan we zelfs op terugkomen. Bij background ga je informatie moeten geven over jouw school. Dus de school die aanvraagt, ga je een aantal vragen krijgen. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we kijken naar de hosting organizations. Dus dat zijn de organisaties waar je mee gaat samenwerken voor de mobiliteit. Je gaat bijvoorbeeld leerlingen in groep op mobiliteit sturen naar een andere school. Dan moet je die school, als je die al kent, hier gaan identificeren. En dat geldt dus voor elke vorm van mobiliteit die je wil organiseren, moet je dus een hosting organization hebben. Nu is het wel zo dat het formulier toelaat om ook activiteiten te gaan ingeven waarvoor je nog niet precies weet wie of wat de hosting organization zal zijn. Ik ga eerst beginnen met twee voorbeelden te geven van hosting organizations die ik wel ken. Een school in Duitsland en een school in Frankrijk. Dus dat zijn twee partners waar ik wil mee gaan samenwerken. En die organisaties die zijn ook al geregistreerd. Die hebben ook zo'n OID. Als je dat OID kent, dan gebruik je best dat, want dan wordt dus die informatie ook automatisch ingelezen. Anders, als je het OID, dus dan doe je dat hier aan de hand van add hosting organization with OID en je typt hier het OID in. Ken je de hosting organization, maar weet hij niet of ze een OID heeft of heeft hij nog geen OID, dan doe je het dus met die andere knop en dan moet je zelf hier een beperkt deel informatie gaan invullen. Dus de wettelijke naam, de regio waar die organisatie gesitueerd is, het land, stad en eventueel de website, als je die kent. Dan moet je aangeven of het over een publieke organisatie gaat en een non-profit organisatie of niet. Ik ga dan nu even terug sluiten. Ik ga terug naar mijn hosting organizations. Ik ga die twee verwijderen. Vermits ik er maar twee heb die ik ken. Degene die je niet kent, die kan je uiteraard niet gaan identificeren hier. Dus op deze manier, en ja, even tonen ook, hier moet je ook... hier moet je geen verdere info geven. Dus op deze manier zijn zowel de aanvrager als de hosting organizations geïdentificeerd. Doe dit eerst en doe dit niet later in de aanvraag, want je zal op een bepaald moment
als je de activiteiten gaat ingeven, moeten duidelijk maken naar welke partner die gaat. En dus als je de partner al kent, dan moet die eerst hier, of de partner, dan moet je die eerst hier al geïdentificeerd hebben. Dan ga ik nu naar het onderdeel background. Dus dat is informatie die je moet geven over jou als aanvragende organisatie. Jan, mag ik even? Ja. Want je hebt enkel de hosting organizations, de data vermeld, maar daarboven staan nog een aantal vragen ook. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, naast het puur identificeren van de organisatie zelf, moet je gaan beschrijven met welk soort van partnerorganisaties je wil gaan samenwerken. Dus je krijgt hier iets van een 4000 karakters om die vraag te beantwoorden. Dus er zijn in totaal 3 vragen, telkens 4000 karakters. Dus je moet opgeven welk type van organisatie waar je wil mee gaan samenwerken. Dat geldt dus ook voor organisaties die je nog niet geïdentificeerd hebt. Stel je wil personeel op cursus laten gaan. Je weet al wel welk type van cursus, maar nog niet waar precies. Moet je toch wel weten aan welke kenmerken die cursusorganisator moet beantwoorden. Dan moet je ook uitleggen of je al contacten had in het verleden met de partners die je voor ogen hebt. En voor het geval er nog partners zijn die je nog niet geïdentificeerd hebt, die je nog niet kent, moet je hier ook gaan uitleggen op welke manier je denkt die partners te gaan vinden. Ik kan straks misschien nog wel even kort ook iets zeggen over partner search en partner finding. Maar dat ga ik doen nadat we het aanvraagformulier overlopen hebben. Dan kom ik nu bij de background. Dus hier ga je ook een deel informatie moeten geven over jouw school, of jouw organisatie. Die eerste twee vragen die worden automatisch beantwoord en dat heeft te maken met het OID dat je invult. Op het moment dat je het OID aanvraagt, moet je ook een aantal gegevens meegeven. Dan moet je bijvoorbeeld aanduiden of je organisatie een private of een publieke organisatie is en of het een profit of non-profit organisatie is. Dat kan je hier niet wijzigen. Dus als dat fout zou zijn, dan moet je teruggaan naar het platform waar het OID werd geregistreerd. En moet je daar de aanpassing doen of laten doen. Dus dat kan je hier niet doen in het aanvraagformulier. Dan moet je gaan aangeven welk type van organisatie dat je bent. Dan krijg je dus ook weer een drop-down menu. In dit geval gaat het over een secundaire school die algemeen secundair onderwijs aanbiedt. En dan wordt er gevraagd wat de belangrijkste activiteiten zijn van jouw school. Dus hier ga je eigenlijk omschrijven welke soort opleidingen jouw school aanbiedt. En je gaat hier ook aanduiden welke van die opleidingen specifiek hier in het kader van deze aanvraag gaan deelnemen. Dus het kan zijn dat je heel uiteenlopende opleidingen aanbiedt en dat je deze aanvraag doet voor 1 of 2 specifieke opleidingen en de rest buiten beschouwing laat, als mogelijk, dan ga je dat hier moeten duidelijk maken.
Daaraan gekoppeld moet je ook uitleggen wat voor soort of hoe je publiek eruit ziet, dus welke leerlingen je hebt of andere lerenden en wat de leeftijd is van die leerlingen of lerenden. Dan wordt er gevraagd hoeveel jaar ervaring jouw organisatie al heeft in het geven van die opleidingen, in het geven van die lesprogramma's. En dan worden er ook nog een paar andere cijfers gevraagd, namelijk hoeveel lerenden heb je in het totaal? Dus dat gaat niet over het aantal lerenden die hier in de aanvraag gaan deelnemen, maar wel het totaal aantal lerenden in jouw organisatie. Het totaal aantal personeelsleden die een onderwijsopdracht hebben en het aantal personeelsleden die een andere functie hebben, die dus geen onderwijzend personeelslid zijn. Dan krijg je ook info over zogenaamde past participation. Dus als je organisatie onder het vorige of het huidige programma al deelgenomen heeft aan projecten of projecten heeft ingediend, dan zal je dat hier zien verschijnen in dat overzicht. In het voorbeeld hier zien we dat de school vroeger een KA101 project heeft gehad. Dat is een mobiliteitsproject voor personeel in schoolonderwijs. En dat die aanvraag toen gefinancierd is. Dus 1 aangevraagd en 1 gefinancierd. Als aanvrager. En dan zien we ook dat de school partner is in een mobiliteitsconsortium in het domein schoolonderwijs, dus K121 School. Dat is een project voor een geaccrediteerd, en dat is een geaccrediteerd project, noemen we dat. En dus deze school is hier partner, consortiumlid in het betrokken consortium. Of in een consortium, want ik kan niet zeggen precies welk consortium dat is. Dan krijgen we ook nog wat andere info. Wordt deze school hier beschouwd als een nieuwkomer? Blijkbaar niet. Dat is dus gebaseerd op die past participation, maar wel als een minder ervaren organisatie. En het is ook geen first-time applicant. Het zijn ook zaken die je zelf niet kan invullen, die automatisch worden ingevuld. En waar je dus niks kan aan veranderen, maar waar je wel eventueel commentaar kan bijgeven of duiding zoals je wil. Dat is niet verplicht, maar als je het nodig vindt om het een en het ander te nuanceren, dan kan je dat hier doen in het laatste veldje bij background. Ik ga hier heel even stoppen en eens horen of er al vragen zijn over het eerste gedeelte, dus de identificatie van de aanvrager en de partners. Er is er eentje, Jan, namelijk een vraag over het aantal karakters dat je dus wat aangegeven staat, dat je maximum kan schrijven. Geeft dit een idee over de hoeveelheid tekst die je moet invullen? Of kan het soms ook met een tussen haakjes veel korter antwoord? Mijn advies is van de ruimte die je krijgt goed te gebruiken en zo duidelijk en zo concreet mogelijk te zijn in je antwoord en niet maar de helft van de ruimte te gebruiken en daardoor essentiële informatie weg te laten. Je moet ervan bewust zijn dat de beoordeling gebeurt enkel en alleen op basis van wat er hier geschreven staat. Dus elke aanvraag wordt bij ons door externe experten gelezen, door 2 experten, en die kunnen enkel voortgaan op de aanvraag die is ingediend. Dus die
Er worden niet verondersteld vanzelf andere ontbrekende info op het internet of waar dan ook te gaan zoeken. Dat dus mijn advies is, maak maximaal gebruik van de ruimte die je krijgt. Oké, dan gaan we naar de inhoudelijke elementen van de aanvraag, namelijk de doelstellingen en de activiteiten. Om te beginnen vertrekt eigenlijk elk project vanuit de vaststelling dat je een aantal noden hebt binnen je school of een aantal uitdagingen waar je mee geconfronteerd wordt. En dat je denkt dat je daar voor een deel een antwoord kan op bieden door te gaan samenwerken in Europees verband. Je gaat hier dus die noden en die uitdagingen die je detecteert binnen jouw school, binnen jouw organisatie, hier gaan neerschrijven. Je moet ook weergeven of uitleggen hoe door deel te nemen aan een Europees project jouw organisatie kan verbeteren en daardoor dus ook een impact kan hebben op het leerproces van de lerenden, dus de kwaliteit van het onderwijs dat je aanbiedt. En waar mogelijk wordt er gevraagd om dat te illustreren met concrete voorbeelden. Dit is niet zo onschuldig als het lijkt, want je gaat je doelstellingen koppelen nadien aan die noden en uitdagingen, aan één of meerdere noden en uitdagingen die je geformuleerd hebt. Elk project moet minstens één doelstelling hebben, maar je kan er meerdere hebben. Het is niet zo dat een project met meerdere doelstellingen per definitie een beter project is dan een project dat één of twee doelstellingen heeft. Dus we gaan de doelstellingen formuleren en hoe gebeurt dat? Je moet elke doelstelling een titel geven. Ik ga heel even terug naar mijn eerste pagina. Mijn projecttitel is digitale vaardigheden. Dus mijn project draait rond noden en uitdagingen die ik heb gedetecteerd binnen de school op het vlak van het gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas en eventueel thuis door de leerlingen. Dus ik ga hier nu twee doelstellingen formuleren. Eén op het niveau van de leerlingen en ik heb er een tweede toegevoegd op het niveau van de leerkrachten. Ik heb dan nu simpelweg digitale vaardigheden voor leerlingen en digitale vaardigheden voor leerkrachten genoemd. Dan moet je in beide gevallen, dus per doelstelling, gaan uitleggen wat de link is tussen die doelstelling en jouw noden, jouw uitdaging. Eigenlijk ga je van jouw probleem, als ik het zo mag zeggen, een doelstelling maken. Om het probleem helpen op te lossen. Je moet ook uitleggen hoe je gaat meten, evalueren of de doelstelling bereikt is. Dat betekent dat je zou moeten proberen om de doelstelling zo concreet mogelijk te definiëren. Vaak wordt gezegd SMART, dus zorgen dat ze specifiek is, meetbaar. Als ze zeker afgesproken is met de collega's, dat de doelstelling ook realistisch is. Je mag niet uit het oog verliezen dat het een eerder kleinschalig project is met een beperkt aantal mobiliteiten en ook beperkt in duurtijd. En dat ze ook aan tijd gebonden is. Ja, dus hier een looptijd
tussen de 6 en de 18 maanden. Dus ik heb hier nu zo twee doelstellingen geformuleerd. Om een doelstelling toe te voegen, klik ik hier op Add Objective en dan krijg ik dus een leeg gedeelte in het formulier, waar ik dus eventueel een derde doelstelling kan formuleren. Ik ga dat nu niet doen. Ik ga dat zo laten, dus ik ga die doelstelling terug verwijderen. Als ik mijn doelstellingen heb geformuleerd, uitgelegd wat de link is met de noden en de uitdagingen en hoe ik ga meten of de doelstelling gehaald is of wordt, moet ik ook nog aangeven met welke topics mijn project in verband kan gebracht worden. En ik kan er zo maximum 3 selecteren uit een voorgedefinieerde lijst. Die lijst is helaas niet alfabetisch, denk ik. Misschien wel op hoofditem, zie ik nu. Dat was vroeger anders. Maar dus je hebt een aantal grote blokken. Dus bijvoorbeeld rond Digital Education Training and Youth. En ik had al Digital Skills en Competenties geselecteerd. Dus op het moment dat je een topic selecteert, verdwijnt dat uit de lijst. Dus ik zou er eventueel nog een tweede kunnen aan toevoegen, bijvoorbeeld rond Digital Safety. Nu, dat moet niet per se allemaal uit hetzelfde blokje komen. Hè. Dus het kan zijn dat je andere topics hebt waarvan je zegt, ja, die zijn ook belangrijk in het kader van ons project. Dan selecteer je die. Als je bijvoorbeeld ook rond klimaat en milieu werkt, ja, dan selecteer je environment en climate change. Ik beperk het hier nu tot het digitale verhaal. Ik ga eens even horen of er over het formuleren van doelstellingen vragen zijn. De manier waarop je dat moet doen. Nee, Jan, er zijn geen... Ah, wacht, er is iemand die een handje heeft opgestoken. Dat is Stefanie. Ja, klopt. Ik heb nog een vraag over de measuring success. Of dat je, als je bijvoorbeeld zegt van ik wil een leerlijn van kleuters tot einde lagere school, dat is mijn doel. En we gaan, is dat dan voldoende om te zeggen van oké, dat is uw doel en we gaan zo kijken of dat je inderdaad uw doelstelling behaald hebt of moet het specifieker? En wat bedoel je met die leerlijn dat die er dan is? Nee, dat je dan met de dingen dat je dan uit bezoeken bijvoorbeeld haalt van scholen, dat we zeggen, voor de kleuters is bijvoorbeeld dit mogelijk, voor de onderbouw dit, voor de bovenbouw dat. Dat we eigenlijk een leerlijn maken voor onze school. Is dat een specifiek voorbeeld of zie ik het te groot? Want ik weet niet zo goed dat je dat kunt evalueren. Ja, dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Je moet iets voor ogen hebben waarvan je zelf weet dat je het kan gaan evalueren en meten. En ik weet ook niet welke soort mobiliteiten dat je dan ingeet. We kunnen natuurlijk niet elk geval hier nu specifiek gaan bespreken. Ik vraag gewoon een specifiek voorbeeld van hoe kan je dat evalueren, want dat vind ik gewoon nog heel moeilijk om dat in te schatten, wat jullie daar specifiek voor vragen. Ja, wel, ik heb mijn doelstellingen hier nu ook niet echt heel concreet geformuleerd. Ik had die zelf ook anders moeten formuleren. In de stijl van, ik zeg maar wat, alle taalleraren, het gaat hier over een secundaire school, ik wil dat alle taalleraren op een of andere manier digitale tools gebruiken in hun les. En dat dat tegen het einde van de projectuur
een feit is. Ah, zoiets, ja. Zoiets kan ik gaan meten, nagaan. Ja. Vandaar dat ik zeg, je moet proberen zo concreet mogelijk te zijn. Je noden en je uitdagingen, dat kan heel breed geformuleerd zijn. Het is nooit de bedoeling, of kan nooit de bedoeling zijn, dat je met één project, dat ook beperkt is in duur, dat je al die problemen daarmee opgelost krijgt. Dat weten wij ook wel dat dat niet het geval is en dat dat ook niet realistisch is. Maar dat is ergens het vertrekpunt van waarom wil je dit project doen en wat wil je dan precies van die noden en die uitdagingen die je ziet binnen jouw school gaan iets gaan aan doen binnen het bestek van dit project. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. En dat was het, Jan. Oké, dan gaan we verder met het volgende deel. Dat zijn de activiteiten. Dus je hebt een reeks activiteiten die voorgedefinieerd zijn, zowel voor uw lerenden, uw leerlingen, als het personeel. En dan is er nog een derde groep van activiteiten. Dus hier heb je eerst de learner mobility, waar je drie vormen van learner mobility kan selecteren. Hetzelfde voor staff mobility. En dan heb je nog twee andere vormen van mobiliteit. Dat zijn eigenlijk inkomende mobiliteiten. Je kan namelijk experten gaan uitnodigen naar jouw school, dus die naar België komen. Of je kan leerkrachten in opleiding of pas afgestudeerde leerkrachten, dus studenten uit de lerarenopleiding, die misschien een eerste ervaring willen opdoen in het buitenland, naar jouw school gaan halen. Ik heb hier een vorm van learner mobility geselecteerd en twee vormen van staff mobiliteit. Ik breng even in herinnering dat ik één projectdoelstelling heb rond digitale vaardigheden voor mijn leerlingen en één doelstelling rond digitale vaardigheden voor mijn personeel. Dus ik om die doelstelling rond digitale vaardigheden bij leerlingen te realiseren, ga ik een groepsmobiliteit doen van leerlingen. Dus ik selecteer groepsmobiliteit van leerlingen. En dan ga ik even kijken. Doordat dat hier nu al ingevuld is. Ik ga misschien iets toevoegen om het... of ik ga dat gewoon verwijderen en een keer terug invullen. Dan is het duidelijk hoe dat dan werkt. Dus ik ga mijn groepsmobiliteit van leerlingen toevoegen. Dus nu staat hier uiteraard nog niks. Onderactiviteiten. Ja, hier. Dus ja, nu moet ik hier onder activiteiten klikken op de activiteit om de details te kunnen toevoegen. Je kan elke type activiteit maar één keer selecteren. Dus je kan maar één keer group mobility doen of selecteren hier. Maar wat ik op dit niveau wel kan doen, is verschillende flows. Dus stel dat ik twee groepen van leerlingen wil uitsturen naar twee verschillende bestemmingen. Of naar dezelfde bestemming, maar met een andere duur.
dan kan ik hier een extra flow gaan toevoegen. Dus dan krijg ik groep 1 en groep 2. Ik ga het hier nu beperkt houden tot één groep. Ik heb helemaal in het begin twee partners geïdentificeerd. Dus ik selecteer hier de Duitse school, want daar wil ik mijn leerlingen naartoe sturen. Ik heb 15 leerlingen die gedurende 5 dagen naar het buitenland gaan en die begeleid worden door 2 leerkrachten. En die leerkrachten zijn heel de tijd aanwezig. Dat is ook verplicht in dit geval, omdat het over een groepsmobiliteit van leerlingen gaat. En dan zal ik zien, als ik nu terug naar mijn activiteiten ga, dat hier dus die aantallen zijn ingevuld. In verband met duurtijd in dagen, dus ik zeg 5 dagen, dus ik ga ervan uit dat mijn groepsmobiliteit duurt van maandag tot vrijdag. Stel dat ik op zondag afreis naar de school en ik kom pas zaterdag dan terug, dan heb ik nog 2 reisdagen. Die ga ik niet hier invullen, maar straks bij mijn budget zal ik dat doen bij de travel days. Even terug naar activiteit. Wat ik ook nog moet aangeven is of er deelnemers zijn met fewer opportunities. In het domein schoolonderwijs hebben we dat als volgt gedefinieerd. Elke leerling die voldoet aan minstens 1 van de gokindicatoren mag je beschouwen als een deelnemer met fewer opportunities. En dan iedereen die op een of andere manier een functiebeperking heeft. Dus dat kan ook een leerstoornis zijn, zoals ADHD, dyslexie en zo. Dus als die leerlingen bij jullie op die manier bekend zijn, dan geef je dat hier aan. Ik ga er nu eens even vanuit dat ik in die groep van 15 leerlingen die ik uitstuur, er 5 hebben die op een of andere manier onder die definitie vallen. En dan moet ik ook nog aangeven of er eventueel sprake is van blended mobility. Blended mobility, dat is eigenlijk een mengvorm tussen virtuele mobiliteit die je organiseert, bijvoorbeeld via e-twinning, dat je leerlingen en leerkrachten laat samenwerken via e-twinning. Dat gebeurt dan virtueel. En dat je dat dan in latere fase combineert met de fysieke uitwisseling die je gepland hebt en waarvoor je hier dus de middelen aanvraagt. Als dat geval is, dan vink je hier blended mobility aan. Als dat niet het geval is, als het puur een fysieke mobiliteit is, dan laat je dat zo. Nu heb ik de aantallen opgegeven. Dan moet ik ook nog wel tekst en uitleg gaan geven over mijn activiteit. Dus in dit geval is het een groepsmobiliteit van leerlingen. Ik moet gaan uitleggen wat de inhoud is van die activiteit. Dus dan ga je best in dit geval zijn het 5 dagen, dus een weekprogramma weergeven van wat ga je op dag 1 doen in Duitsland, wat op dag 2, zo tot en met dag 5. Dan moet je gaan omschrijven in het tweede blokje welke leeruitkomsten je verwacht van die groepsmobiliteit. Dus wat gaan die leerlingen daar juist leren in Duitsland? Dus dan in dit geval zal het dan verband moeten houden met het ontwikkelen van bepaalde digitale vaardigheden. Dan moet je uitleggen hoe je die leeruitkomsten gaat evalueren nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. En ook aangeven hoe je die leeruitkomsten gaat erkennen. Nu is er wel een verschil tussen een mobiliteit van een individu en een mobiliteit van een groep die naar het buitenland gaat.
voor de erkenning van een individuele mobiliteitsactiviteit bestaat er zoiets als een Europas die je kan gebruiken, die je trouwens ook helpt om de leeruitkomsten te formuleren. Voor de groepsmobiliteit bestaat er ook wel een document om dat helemaal vorm te geven en om je helpen na te denken over de leeruitkomsten en de valorisatie daarvan. Maar dat is iets anders dan een Europas. Ik moet ook aangeven bij deze activiteit aan welke doelstelling die verbonden is. Dus in dit geval gaat het over mijn eerste doelstelling, digitale vaardigheden voor leerlingen ontwikkelen. Ik moet ook uitleggen op welke manier die activiteit gaat bijdragen tot die bepaalde of die bewuste doelstelling. En dan moet ik ook uitleggen hoe het selectieproces voor de deelnemers eruit ziet en welke criteria dat je daarvoor gebruikt. Het kan zijn dat je zegt, ja, we gaan met een bepaalde klas op stap, een bepaalde opleiding, een bepaald jaar, of we selecteren een aantal leerlingen uit, ik zeg maar, vijfdejaars, die in totaal een groep van 15 leerlingen gaan uitmaken en we selecteren er een aantal. Dan moet je zeker heel duidelijke criteria hebben, waarmee je kan verantwoorden waarom je een bepaalde leerling wel laat meegaan en een andere leerling niet. En dan moet je ook verantwoorden waarom je de gekozen selectiemethode hanteert. Nu ga ik naar mijn tweede activiteit, dat is dan voor personeel. Ik wil een aantal personeelsleden laten deelnemen aan buitenlandse cursussen, maar ik weet eigenlijk nog niet welke organisatie of bij welke organisatie wij ons gaan intekenen om deel te nemen aan een cursus. Maar we weten wel dat er in Estland een aantal potentiële cursussen zijn. Dus ben ik verplicht van hier wel het land op te geven. De reden daarvoor is dat je anders geen budgetberekening kan krijgen voor de deelname aan de cursussen. Dus dat is misschien een beetje vreemd dat je niet weet wie jouw gastorganisatie gaat zijn, maar dat je wel het land moet opgeven, maar zo werkt het nu eenmaal, dus daar kan je niet onderuit. Geef je ook weer het aantal deelnemers op en de duurtijd en of er eventueel begeleiders zijn, maar in het geval van een cursus lijkt dat een beetje vreemd. Tenzij er iemand zou meegaan die een functiebeperking heeft en een begeleider nodig heeft, dan kan dat uiteraard wel. En hier moet je ook weer opgeven of er deelnemers zijn met fewer opportunities. Maar aangezien het over een personeelslid gaat, kan het dan eigenlijk enkel iemand zijn met een functiebeperking, die als dusdanig bestempeld wordt. En tot slot moet ik hier ook opgeven van die vier deelnemers hoeveel personeelsleden geen lesopdracht hebben. Ik ga er nu vanuit dat het vier leerkrachten zijn, dus ik zeg non-teaching staff is nul. En je moet altijd iets invullen, hier staat dus ook weer dat die asterisk, als je hier niks invult, dan zal je zien dat dat hier dat rode kruisje zal blijven staan tot je hier een nul gezet hebt of een andere waarde. Dan heb ik nog een tweede activiteit voor leerkrachten, een jobshadowing. Deze keer bij de andere partner die ik geïdentificeerd heb in Frankrijk. Twee deelnemers, een duurtijd van 5 dagen, ook weer geen begeleiders. Geen deelnemers met fewer opportunities. En de twee deelnemers zijn ook alle twee
leerkrachten. En dus zo kan je activiteiten toevoegen, zolang, en dan ga ik nu eens even terug naar het globaal overzicht, zolang dat je het totaal van 30 niet overschrijdt. Dus ik heb er op dit moment 21 in totaal. Dus ik zou nog voor 9 bijkomende deelnemers activiteiten kunnen formuleren. Maar uiteraard moet er telkens malen een link gelegd worden met de doelstelling. Dus in dit geval heb ik bij jobshadowing doelstelling 2 aangevinkt. Dan moet ik, net zoals bij die eerste activiteit, telkens gaan uitleggen wat is de inhoud van die activiteit, welke leeruitkomsten worden er verwacht, hoe gaan we die evalueren, hoe gaan we die erkennen. En hoe worden de deelnemers voor die activiteit geselecteerd en welke criteria worden daarbij gehanteerd. Dus de opbouw van dit deel van de aanvraag is voor elke activiteit eigenlijk dezelfde. Je ziet dat hier in dat overzicht ook al bedragen berekend zijn. Daar gaan we zo dadelijk toe komen van hoe het budget wordt opgebouwd. Ik ga heel even onderbreken om te zien of er vragen zijn bij het formuleren, definiëren van de activiteiten. Uh-huh. Ja. Even een kort vraagje. Is een directeur non-teaching staff? Als die geen les geeft, in principe wel. Nu, het belang daarvan is puur voor de statistieken. Voor de rest maakt dat geen verschil uit. Dus zowel een onderwijzend personeelslid als een niet-onderwijzend personeelslid krijgen exact dezelfde beurs. Mm-hmm. En dan zijn er toch nog een aantal vragen in verband met die recognition, met de erkenning van leeruitkomsten. Tim vraagt, welk document bedoel je precies als het gaat om het valideren van leerresultaten bij groepsactiviteit? Ja, er bestaat een modeldocument. Ik wil dat anders wel eens doormailen. Een modeldocument om groepsmobiliteit van leerlingen vorm te geven. Dat is een soort leidraad die je kan gebruiken. Je bent dat niet verplicht te doen en daar komen alle onderdelen waar je rekening moet mee houden aan bod. Dus dat is een hulpmiddel eigenlijk. Mm-hmm. Dan, je zei ook dat er voor individuele leermobiliteit document Europas is. Waar kan je dat vinden? Ja, als je bij EPOS gaat kijken, op de EPOS-website zal je... Ik ga eens heel even naar de EPOS-website gaan. Vind je hier programma's en acties en Europas. En daar vind je een hele uitleg. En ik weet nu niet of er hier ook een link staat naar onze collega Eva. Ja. Anders moet je hier... Daaronder. Nee, je stond er daar. In het geel, onder de foto, naar de Europas-website. Ja, het gaat erom als je meer uitleg wil, ah ja, okay, dan die hier op die website staat. Dan moet je collega Eva van de Gaar contacteren. Dus die staat hier bij, onder e-team bij coördinator Europas. Dus haar mailadres en haar telefoonnummer. En dan... Terug. Ja, was er nog een algemene... zeggen over dat document voor groepsmobiliteit van leerlingen. Mm-hmm. Voor de individuele mobiliteit van leerlingen, wat ik hier nu niet geselecteerd heb, heb je zoiets als een learning agreement, dus als het persoonlijke leerprogramma van die lerende. En omdat, in het geval van een groepsmobiliteit
ga je geen learning agreement opstellen voor elke leerling apart, maar doe je het voor de groep als geheel. En het is eigenlijk dat document waar ik daarnet naar verwees of waar heb ik alludeerde. Oké. En dan was er toch nog een vraagje van Leen. Van het luikje recognized is mij toch nog niet echt duidelijk. Ja. Wat dat betekent. De recognition van learning outcomes. Ja, dat is de manier waarop je wat er in het buitenland gebeurd is, gaat valideren binnen het kader van het, het lesprogramma dat de individuele leerling of de leerkracht die op mobiliteit geweest is, gedaan heeft. Hè. En dat kan heel verschillende vormen aannemen. Die Europass, dat is meer echt een heel formele vorm van valideren. Maar het kan ook zijn dat je dat op meer informele manier doet door collega's bijvoorbeeld de kans te geven om tijdens bepaalde teamvergaderingen de kans te geven om te vertellen over hun buitenlandse ervaring. Dus dat kan heel verschillende vormen aannemen. Ja, oké, dankjewel. Dat was het. Goed, dan gaan we nu naar het budget. Ik ga eens heel even terug naar mijn activiteit. Dus als ik een activiteit aan het definiëren ben, dan zie je hier rechts Go To staan. Als je daarop klikt, krijg je de verschillende onderdelen van van het budget, hoe het budget is opgebouwd. Dus je hebt verschillende stukken, zoals organizational support, travel, individual support, course fees, als het over een cursus gaat. Dus ik ga dus heel even naar, om te beginnen, naar travel. Dus ik ga op mensen op cursus sturen naar Estland. Dan moet ik weten wat de afstand is tussen mijn school, mijn organisatie en de partner in Estland. Nu is die wel niet gedefinieerd. Dus ik ga er even vanuit dat het dan de hoofdstad is, Tallinn. Dan kan je via de distance calculator, en dat is het enige instrument dat je daarvoor kan en mag gebruiken, via die distance calculator gaan berekenen wat de afstand is tussen de school en in dit geval Tallinn. Dan zal je zien dat die afstand valt tussen een bereik van 5000 en 1999 kilometer. Dus ik selecteer dat hier, een drop-down menu ook weer. Ik selecteer dat en dan berekent de tool of het aanvraagformulier automatisch wat het forfait is dat je zal krijgen voor de reiskosten. Dus voor één persoon bedraagt die €275 en ik heb hier vier deelnemers die zullen reizen, dus vier keer €275, 1100 in totaal. Nu, ik ga ervan uit dat de verplaatsing naar Estland met het vliegtuig zal gebeuren. Dat is geen milieuvriendelijke manier van reizen, dus ik ga hier niet aangeven dat ik voor dit type van activiteit een groen transportmiddel gaan gebruiken. Omdat dus mijn reis hoofdzakelijk of zelfs volledig een vliegreis is. Voor mijn jobshadowing gaan we naar Frankrijk, naar Nancy. En dat gaan we doen met de trein. Dus we gaan ons traject nagenoeg volledig met de trein doen. En dat mag ik wel als een groene manier van verplaatsen aanzien. Ik heb hier ook gekeken wat is de afstand tussen in dit geval Leopoldsburg en Nancy. Dat situeert zich tussen 100 en 499 kilometer. En
dan komt het erop neer dat je voor een groene manier van verplaatsen 210 euro krijgt voor deze distance band. Er zijn hier twee deelnemers, dus dat is in totaal 420 euro. En dan moet ik hierbij, want ik heb mijn group mobility of pupils daarnet gewist. Ook hier gaan we op een groene manier reizen. En is de afstand ook tussen 100 en 499 kilometer. Dus zelf de eenheidsbedrag, maar natuurlijk een groter bedrag in het totaal, omdat we 15 deelnemers of 15 leerlingen hebben en 2 begeleiders. Dus dat is de manier waarop de reiskosten worden berekend. Dan ga ik even een stapje terug. Op basis van het aantal deelnemers wordt de zogenaamde organizational support berekend. Dat is een forfait dat u als organisatie krijgt per deelnemer die op mobiliteit is geweest. Het bedrag daarvoor is verschillend naar gelang het type van activiteit. Voor de deelname aan een cursus krijg je 100 euro per deelnemer als uitzendende organisatie. Dus het zijn hier 4 deelnemers gepland, dat geeft in totaal 400 euro. Voor een jobshadowing is de unit kost, of forfait beter gezegd, dan je krijgt, bedraagt 350 euro. En voor een groepsmobiliteit van leerlingen bedraagt het 100 euro per leerling, maar wel met een maximum van 1000 euro per groep. Dus ik heb hier 15 leerlingen. Dat is dus geen 1500 euro, maar wel 1000, omdat dat dus geplafonneerd wordt. En dat budget, dat mag je vrij inzetten voor de ondersteuning, de omkadering van je mobiliteiten. Of om eventueel bij te passen, indien je zou vaststellen dat in een bepaald geval het forfait van de beurs niet voldoende zou zijn. Dan heb je de kosten voor je verblijf, zeg maar, de individual support. Die wordt berekend op het aantal deelnemers, de duurtijd, het aantal begeleiders en het land waar je naartoe gaat. En die berekening gebeurt automatisch. Het enige wat je hier nog moet doen, is aangeven hoeveel travel days je voorziet. Voor mijn verplaatsing naar Estland, die dus met het vliegtuig gebeurt, heb ik de keuze tussen 0, 1 of 2 travel days. Dus dat zijn de dagen onmiddellijk voorafgaand en volgend op de activiteit. En dus daar kan je maximum 2 vragen. Als ik zou proberen van 3 in te geven, dan zal hij zeggen dat gaat niet in het geval van een standaard travel. Dus ik duid hier nu 2 aan. En dan zie je het bedrag per dag is. In dit geval 126 euro per deelnemer. Dan heb ik mijn jobshadowing in Frankrijk en in Duitsland. Stel dat ik voor mijn verplaatsing naar Nancy 2 dagen nodig heb om daar naartoe te gaan en 2 dagen om terug te komen. Dat ik een overnachting moet doen in Luxemburg, in het Groothertogdom Luxemburg. Dan mag ik maximum 6 dagen opgeven. Het is te zeggen 3 dagen voorafgaand en 3 dagen volgend op. Ik neem nu 2 dagen voor de reis, voor de activiteit en 2 dagen erna, dus in totaal 4. Hier ligt het bedrag per dag hoger, omdat Frankrijk een land is met een duurdere levenskost. Dus vandaar die 144. En dan heb ik hier mijn group mobility of pupils. En daar gaan we met de bus naartoe. Dus dat is een groene manier van reizen, maar ik raak daar op 1 dag en ik raak ook op 1 dag terug. Dus ik reken maar 2 reisdagen aan. Hier ligt de unitkost voor de leerlingen een pak lager dan voor het personeel, dat zie je.
En hier heb je dan de unitkost voor de twee begeleiders die meegaan. Dus en dan maakt hij de berekening. Ik heb dat er straks eens even gecheckt. En dat klopt. Dus dat zijn 17 dagen aan €63 voor de leerlingen. En 14 dagen aan €144 voor de twee begeleiders. Omdat we courses en training als activiteit geselecteerd hebben, krijgen we ook een budgetlijn course fees te zien. Dat wordt ook automatisch berekend op basis van het aantal deelnemers. De unitkost hier bedraagt €80 per dag en je kan maximum 10 dagen per deelnemer course fee uitbetalen. Dus als dezelfde persoon bij wijze van spreken 4 keer zou gaan, wat we uiteraard de stelligste afraden, dat altijd dezelfde persoon of personen zouden gaan. Maar als je dat zou doen, dan kan die dus geen, want dan is het totaal aantal dagen 12, dan kan die maximum €800 krijgen en geen 960. Dan hebben we nog de preparatory visits. Dat kan je aanvragen voor bepaalde types van activiteiten. Je kan dat niet vragen voor een cursus te gaan voorbereiden. Je kan dat wel doen om een jobshadowing ter plekke gaan voor te bereiden of een groepsmobiliteit van leerlingen. Dan moet je hier opgeven of je mensen wil uitsturen voor een voorbereidend bezoek en hoeveel. En dan heb je de keuze tussen 1, 2 of 3 deelnemers per voorbereidend bezoek. Ik ga er nu vanuit dat ik voor mijn jobshadowing in Frankrijk geen voorbereidend bezoek ga aanvragen, maar wel voor mijn groepsmobiliteit van leerlingen in Duitsland, omdat dit een nieuwe partner is waar ik nog nooit mee heb samengewerkt. En ik graag dat bezoek van onze leerlingen aan Duitsland toch wel graag voorbereid. Wel, ik voorzie dat er 2 collega's naar Duitsland kunnen gaan. Die krijgen elk €575 om dat bezoek uit te voeren. En dat bedrag is eigenlijk onafhankelijk van het land waar ze naartoe gaan en van de duurtijd van dat bezoek. Dus duurt dat bezoek nu 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, de forfait bedraagt altijd €575. Ik ga eens heel even. Ik heb hem al gesloten. Ik ga heel even naar onze website terug. Waar je bepaalde zaken die ik nu vertel gemakkelijk kan terugvinden. Dus je gaat, als je een aanvraag K122 gaat doen en je wil daar toch nog iets meer uitleg over, dan kies je hier bovenaan op de homepage project aanvraag. Dan ga je naar KA1. Dan moet je het domein kiezen waarin je de aanvraag gaat doen, in dit geval schoolonderwijs. En het gaat over een kortlopend project. En dan krijg je eigenlijk de volledige uitleg die je ook in de programmagids terugvindt. Dus wat is een kortlopend project? Wie kan er aanvragen? Dus er is een onderscheid tussen schoolonderwijs en beroepsonderwijs en beroepsopleiding. Hoe dat onderscheid eruit ziet, dat vind je hier. Dan nog eens de uitleg over de mogelijke activiteiten. Dus hier wordt nog eens uitgelegd wat een groepsmobiliteit van leerlingen is, wat een kort- en langdurende individuele mobiliteit is van leerlingen, wat een jobshadowing is, een buitenlandse lesopdracht en deelname aan cursussen en andere gestructureerde opleidingen. En dan heb je die 2 andere vormen van inkomende mobiliteit die ik al even vermeldde, namelijk het ontvangen van een expert en het ontvangen van een leerkracht in opleiding. En ook het voorbereidend bezoek staat hierbij aan andere activiteiten vermeld.
Dan voor de financiering wordt hier dus, hier vind je dus die forfaits die je dan ook gaat terugvinden in het aanvraagformulier. En dan voor diegenen die nog niet zouden begonnen zijn met de aanvraag of niet weten waar ze het formulier kunnen vinden, die vinden hier onder het titeltje Hoe gebeurt de aanvraag de link naar de portal van de Europese Commissie. En dus als je daarop klikt, dan kom je terecht waar je deze aanvraag kan terugvinden. Dan wordt je toelichting bij de Inclusion Support. Het programma wil zo inclusief mogelijk werken en wil dus ook deelnemers die het misschien moeilijker hebben om deel te nemen aan het programma, om zelf deel te nemen aan een mobiliteitsactiviteit, toch de kans geven om die te doen. Dat wordt op verschillende manieren ondersteund, financieel, soms ook door toe te laten dat er een afwijking is op de minimumduur voor een activiteit. Dus dan is die minimumduur wordt dan verlaagd. Die uitleg vind je ook op onze website, dus in welke gevallen die minimumduur verlaagd wordt. Maar je krijgt dus ook, of je kan, financiële ondersteuning aanvragen. Nu maken we een onderscheid tussen de organisatie die aanvraagt en de deelnemer zelf. Voor elke deelnemer die je catalogeert als deelnemer met viewer opportunities, krijg je een forfait van €100 per deelnemer als uitzendende organisatie. Ik heb hier dus één activiteit waar ik deelnemers met viewer opportunities voor zie. 5 leerlingen. Dus 5 leerlingen maal 100 geeft mij €500. Dus dat geld dat ook in de projectpot belandt en waar je mee kan bepalen wat je gaat doen als uitzendende organisatie. Dus dat forfait krijg je sowieso per deelnemer die weg geweest is en die dus aan dit criterium beantwoord. Maar het zou kunnen dat je zegt, ja, wij worden nog met extra kosten geconfronteerd voor de deelnemer zelf, omdat die aangepaste accommodatie moet hebben of aangepast vervoer ter plaatse bijvoorbeeld, om op de plaats bij de gastorganisatie te geraken. Dan kan je hier een budget aanvragen. Dat is dan een budget dat je, waarvan je denkt dat je dat gaat nodig hebben. Ik ga bijvoorbeeld zeggen, ik heb... Dat werkt hier nu even niet. Dat is wel vreemd. Wacht, ik ga heel even terug naar mijn group mobility. Ja, 5. Oké, ja, was dan eigenlijk een klein foutje van mijn kant. Ik moet blijkbaar het bedrag voor de comma intypen. Anders lukt het niet. Dus ik voorzie €1000 kosten die ik ga maken om bepaalde van die deelnemers echt de kans te geven om mee te gaan. En dan ga ik hier dus een omschrijving moeten geven van waarvoor ik die €1000 aanvraag. Dus de verantwoording. Waarom ik bovenop alle forfaits ook nog eens €1000 nodig heb. Je gaat dat ook achteraf moeten bewijzen aan de hand van facturen. Dus dat je die kosten gemaakt hebt. En dat moet uiteraard overeenstemmen met de omschrijving die je hier gegeven hebt. En dan zijn we er bijna wat het budget betreft. Dan hebben we nog een laatste onderdeel. Dat zijn de exceptional costs. Ik ga eens heel even terug naar onze website.
Dus de uitzonderlijke kosten, waarvoor kan je die aanvragen? Dat is namelijk als je een financiële garantie zou moeten overleggen, die gevraagd wordt door EPOS, maar normaliter gebeurt dat niet, en zeker niet voor scholen, omdat die gefinancierd worden met belastingsgeld. Een andere situatie, en dat kan zich wel voordoen, waarvoor je uitzonderlijke kosten aanvraagt, is dat je reiskosten hoger liggen dan het forfait dat je krijgt. En in welke gevallen, of in welk geval kan je dan de hogere reiskosten aanvragen? Wanneer je tot de conclusie komt dat het forfait minder dan 70% bedraagt van de reële reiskosten van de deelnemer. Dan kan je gaan voor de hogere reiskosten, dan vraag je het forfait niet, maar wel de hogere reiskosten. En daarvan krijg je dan 80% terugbetaald. Een tweede categorie waarvoor je uitzonderlijke kosten kan aanvragen, heeft te maken met deelnemers die eventueel een visum zouden nodig hebben. Stel dat je leerlingen hebt op school in de klas die een niet-EU-nationaliteit hebben en die om te reizen binnen de EU of naar een van de niet-EU-landen die deelnemen aan het programma, zoals Turkije of Noorwegen, dat je daarvoor een visum zou nodig hebben. En de kosten die daarmee gepaard gaan, die kan je hier gaan aanvragen onder de categorie uitzonderlijke kosten. Hetzelfde geldt voor eventuele vaccinaties die zouden nodig zijn of medische certificaten die je moet kunnen overleggen wanneer je naar het buitenland gaat. Voor deze laatste categorie gebeurt de terugbetaling aan 100% van de kosten. Ik voorzie hier nu in mijn aanvraag geen uitzonderlijke kosten. Dus daarmee is het budget volledig. Dus ik krijg hier dan het totaaloverzicht van alles wat ik nodig heb. En dan zie je hier ook nog linguistic support not applicable. Wat betekent dat? Wel, er is voor de taalkundige voorbereiding van deelnemers is er een online platform voorzien door de Europese Commissie. En voor een aantal talen, en zeker voor grote talen als Frans en Duits, Engels, is daar een voldoende aanbod. Zodanig dat je daar gebruik van kan maken en dat je geen extra financiering moet gaan vragen om zelf cursussen te organiseren of leerlingen of personeel aan cursussen die door derden worden georganiseerd te laten deelnemen. Vandaar dat hier dus not applicable staat. En course fees, ja, dat kan je uiteraard niet aanvragen voor job shadowings en group mobility of pupils. Dan heb je een luik dat je vooral grondig zal moeten doornemen, lezen. Dat zijn de zogenaamde kwaliteitsstandaarden voor mobiliteiten onder Erasmus+. Dat zijn standaarden waar we van verwachten dat je die gaat respecteren en in de praktijk brengen. Dus neem die zeker heel goed door. En dan helemaal onderaan moet je even aanvinken dat je die effectief gelezen hebt en begrepen. En dat je die dus dat wij die kunnen gebruiken als deel van de evaluatie van je project op het moment dat het eindrapport wordt ingediend. Wat betekent dat? Ik ga er heel snel doorgaan. Dat je de vier basisprincipes van het Erasmus+-programma respecteert. Dat zijn eigenlijk de vier grote prioriteiten van het programma. Inclusie en diversiteit. Klimaat en milieu, de digitale omslag en de groene omslag. En ook deelname als organisatie in het netwerk van Erasmus+-organisaties. Wat betekent dat? Dat je bij de uitvoering van je project
rekening moet houden met die principes. Dat betekent niet dat je project als thema of als doelstelling inclusie heeft, maar dat ontslaat je er niet van om het project op een inclusieve manier uit te voeren. Hetzelfde geldt dus voor die andere principes. Het hoeft niet per se een topic te zijn, een thema of een doelstelling van je project, maar het zijn wel aspecten waar je rekening moet mee houden bij de uitvoering. Dan heb je een aantal principes die verband houden met het goede beheer van je mobiliteitsproject. Dat je kerntaken niet mag uitbesteden. Dat je daar dus eigenaar van moet blijven als uitzendende organisatie. En dat gaat dan onder meer over wat is de inhoud van onze mobiliteitsactiviteiten. Dat kan je dus niet uitbesteden aan een derde partij. Dat betekent niet dat je geen beroep mag doen op zogenaamde supporting organizations. Stel dat je hulp nodig hebt bij het vinden van geschikte accommodatie voor groepsmobiliteit van leerlingen in een bepaalde stad. En er is een organisatie die jou kan helpen bij het vinden van die accommodatie, dan kan je daar beroep op doen. Dat is geen probleem. Dat zijn zo de belangrijkste uit dit blokje. Dan heb je een aantal verplichtingen in verband met de voorbereiding, begeleiding en ondersteuning van je deelnemers. Dus dat begint bij de selectie. Je moet zorgen dat de juiste verzekeringen afgesloten zijn, dat soort van zaken. Hier komt ook weer dat verhaal van evaluatie van learning outcomes en recognition van learning outcomes terug. En zoals ik daar straks al aangaf, kan dat zowel formeel als non-formeel of ook informeel zijn. En tot slot wordt je verondersteld van de resultaten van je mobiliteitsproject te gaan delen, zowel binnen je eigen organisatie als daarbuiten. Het is de bedoeling dat niet enkel de onmiddellijke deelnemers aan het mobiliteitsproject een voordeel halen uit hun deelname, maar dat het eigenlijk de hele school of de hele organisatie ten goede komt. Vandaar dus de vraag om de resultaten van de mobiliteitsactiviteiten ook te delen met andere personeelsleden en andere leerlingen die zelf niet betrokken zijn geweest bij de mobiliteiten. Goed, dan ga ik naar het volgende blokje, de follow-up. Dus hier moet je gaan uitleggen hoe je ervoor gezorgd hebt dat die basisprincipes die in de kwaliteitsstandaarden gedefinieerd zijn, hoe je die hebt, hoe dan je daar hebt toe bijgedragen in het kader van dit project. Je moet aangeven wie de verantwoordelijke is voor de selectie van de deelnemers en wie die deelnemers voorbereidt en ondersteunt tijdens de activiteit. Wie de verantwoordelijke is voor het bepalen, het evalueren en de erkenning van die leeruitkomsten. Wie de verantwoordelijke is die er gaat voor zorgen dat de principes van het goede beheer worden gerespecteerd. Wat je gaat doen om de resultaten van het mobiliteitsproject in de dagelijkse activiteiten van de organisatie te integreren. Tot slot hoe je de resultaten ook buiten de organisatie gaat delen. En dan moet je tot slot eigenlijk nog bevestigen dat je in al je communicatie met de buitenwereld, maar ook in de school, in de organisatie bekend maakt dat het project gefinancierd is door de Europese Unie. Dan heb ik nog een laatste deel. Als je alles hebt gedefinieerd, dus je doelstellingen, je activiteiten, de follow-up, dan moet je enkel nog een projectsamenvatting geven. Die bestaat uit 4 blokjes. Ten eerste moet je gaan uitleggen waarom je dit project doet. Dus
dan grijp je eigenlijk terug naar de noden en de uitdagingen waaruit je vertrokken bent. Dus waarom doe je dit project? En je schrijft dit in het Nederlands, want de hele aanvraag is in principe in het Nederlands. Maar omdat dit deel van de aanvraag, indien die goedgekeurd wordt, later gedeeld wordt met het brede publiek, wordt je ook verwacht om telke malen een Engelse vertaling toe te voegen. In het tweede blokje moet je dan gaan opgeven welke doelstellingen je wil bereiken met het project. Dus ook weer een vertaling in het Engels. Welke activiteiten je daarvoor gaat uitvoeren en welke resultaten je verwacht nadat je het project hebt uitgevoerd. Ik ga weer even stoppen om te horen of er hierover vragen zijn. Ja, Jan, er zijn inderdaad een vraagje rond het groene reizen. Ja. Het groene reizen. Als je met de trein naar de luchthaven gaat, valt het dan onder groen reizen? Nee, in de Erasmus Plus gids staat heel duidelijk dat je, ten eerste staan er een paar transportmodi opgesomd die als groen beschouwd worden. En daar staat ook bij dat je die transportmodi moet gebruiken voor het grootste deel van je reis. Dus als je met de trein hier naar de luchthaven rijdt en dan een vliegtuig neemt, dan heb je het grootste deel van de reis met een niet milieuvriendelijk transportmiddel afgelegd en dan kan je de hele reis niet als groen beschouwen. Oké, en dan denk ik dat dat ook het antwoord is op de vraag van Stefanie, want dat is eigenlijk net hetzelfde. Als je met de trein gaat en het laatste stukje met de taxi naar het hotel, ja, is net hetzelfde antwoord. Dan heeft Steven de vraag gesteld, wanneer de Duitse school ook bij jou bezoek komt, kan je die een vergoeding geven uit het budget of moeten zij ook een aanvraag indienen? Het beste zou zijn natuurlijk dat de partnerschool of de partners in het meervoud die tot bij jou willen komen, zelf ook een aanvraag doen. Zeker als het gaat over als je groepen van leerlingen gaat ontvangen, dat kost ook direct wat voor zowel verplaatsing als verblijf. Dan zie ik eigenlijk niet goed hoe je dat ook nog eens uit het eigen budget kan gaan betalen. Maar wat je natuurlijk wel kan doen, mag doen, als de partnerschool op bezoek komt en je hebt nog budget over uit je eigen mobiliteitsproject, ja, dat je dat gebruikt om een of andere activiteit hier mee te financieren. Stel, jullie gaan samen een museum bezoeken. Als pedagogische activiteit uiteraard. Jullie gaan samen een museum bezoeken en jullie zijn bereid van de toegangstiketten tot dat museum ook voor de Duitsers te betalen. Dat kan je doen, hè, als je nog geld over hebt uit je organizational support bijvoorbeeld. Er is niemand die gaat zeggen of controleren dat je dat mag doen of niet mag doen. Mm-hmm. Maar in principe, het hele verhaal van naar partners gaan en partners ontvangen is eigenlijk gebaseerd op iedereen die een mobiliteitsproject aanvraagt bij zijn eigen nationaal agentschap. En wil je daar iets structureel van maken, dan zou je op termijn moeten overstappen naar een accreditatie. Maar dat valt nu wel buiten het bestek van dit webinar. Maar de bedoeling is als je het idee hebt om voor meerdere jaren en met een aantal vaste partners misschien te gaan samenwerken, dat jullie elk voor een accreditatie gaan in eigen land. En dan ben je ook verzekerd van financiering op langere termijn. Dan moet je niet elk jaar zo'n aanvraag doen zoals dit hier. En daar even aan gekoppeld, het is dus toegelaten om tussen aanhalingstekens hetzelfde project in beide landen aan te vragen met dezelfde partners?
Kan je die vraag nog eens herhalen? Hetzelfde project? Het is dus toegelaten om tussen aanhalingstekens hetzelfde project in beide landen aan te vragen met dezelfde partners. Dat is dus eigenlijk de vraag van daarnet, als de Duitse school ook naar hier wil komen. Om samen te werken met de leerlingen rond dat thema. Ja, ja. Ja, inderdaad. Dat is een kort antwoord. Goed, dan was er ook nog een praktische vraag rond... Kan je een praktisch voorbeeld geven van to share results with other organizations and the public? Hoe doen scholen dat? Ja, op verschillende manieren. Via de social media, door op bijeenkomsten met andere scholen of op studiedagen als gastspreker te vertellen over bepaalde zaken die men geleerd heeft in het kader van een mobiliteitsproject. Opendeurdagen. Opendeurdagen, ja, er is niet één bepaald antwoord, dus er zijn verschillende opties. Ja, oké. Okay. Dan, en dat gaat dus eerder een vraag over het forfaitaire karakter van budgetten. Hoe kan je de organisatiekosten achteraf bewijzen? Ja, die moet je niet bewijzen. Het enige wat je moet bewijzen is dat de mobiliteit heeft plaatsgevonden, tenminste als je daarom gevraagd wordt. Dus je gaat op een bepaald moment een eindrapport indienen, waarin je alle uitgevoerde mobiliteiten registreert. En op basis daarvan wordt het budget waar je recht op hebt berekend. En je moet eigenlijk voor niks een bewijs leveren van gedane kosten, met uitzondering van de inclusion support, waar ik het er straks over had. Als je dus hier een reëel bedrag vraagt, met een omschrijving, dit is het enige wat je moet bewijzen. Voor de rest moet je enkel kunnen aantonen dat die twee deelnemers op jobshadowing zijn geweest in Frankrijk. En van wanneer tot wanneer. En dan krijg je automatisch het hele budget dat daar aan gelinkt is. Dus de travel cost, individual support, organizational support in dit geval. Maar je moet dat dus niet gaan aantonen. Maar je moet wel in je eindrapport gaan uitleggen dat je die quality standards hebt gerespecteerd en geïmplementeerd. En daarvoor krijg je die organizational support om je deelnemers voor te bereiden, te selecteren, te ondersteunen. Voor de kosten die daarmee gepaard gaan, krijg je dat budget. En dus is het eigenlijk eerder indirect dat we gaan nagaan of je dat budget daarvoor gebruikt hebt, maar dus zonder facturen op te vragen. En van dezelfde persoon ook de vraag, wat als er na afloop van het project nog een klein deel van het toegekend budget over is? Ja, stel, ja, het doet er eigenlijk niet toe welk deel, maar inderdaad, als er een deel overblijft, dan moet je niet gaan verantwoorden. Dus dan moet je ook niet terugbetalen. Dat blijft in de school. Maar een situatie waar je niet mag in verzeild geraken is, dat je enerzijds budget over hebt en dat je anderzijds deelnemers zou geweigerd hebben op gronden die niet terecht zijn of dat je onredelijke dingen gevraagd hebt aan je deelnemers, dat je ze geen deftige accommodatie hebt gegeven of niet het meest gepaste transportmiddel hebt laten gebruiken om geld te besparen. Dus dat kan niet. Maar als je het op project op een normale manier hebt uitgevoerd, rekening houdende met de kwaliteitsstandaarden, en je hebt dan toch geld over, dan blijft dat in de school. En dan hebben we al gezegd, dan hopen we dat dat opnieuw kan geïnvesteerd worden in verdere internationalisering. Goed, dan in verband met die vraag van hetzelfde project.
Wat als de aanvraag van de ene partij, stel de Vlaamse school wordt goedgekeurd, maar die van de partner, ja, uit Duitsland in het geval van daarnet, niet. En dus de realisatie van het hele project niet meer haalbaar is. Kan de goedgekeurde aanvraag dan nog geannuleerd worden? Maar een K1-project vertrekt enkel vanuit de eigen noden en uitdagingen, hè? Nooit vanuit de noden en de uitdagingen van de partner. Want dan zitten we eigenlijk, als je noden en uitdagingen van verschillende partners gaat samenbrengen, dan spreken we eigenlijk over samenwerkingsprojecten en dan gaat het over K2. Dat is een heel ander verhaal. Dus normaal gezien kan het niet zijn, als de aanvraag bij de Duitse school niet goedgekeurd is, dat jouw verhaal dan plots irrelevant zou zijn. Want het zou kunnen betekenen dan dat je toch bijvoorbeeld al die leerlingenmobiliteit al doet in dit contract en dat dan de Duitse terugkeer... Eventueel dan later zal gebeuren, of met eigen middelen of wat dan ook. Hè. Ja. Maar een goedgekeurde aanvraag, kan die geannuleerd worden? Ja, dat kan. Maar dat, normaal gezien gebeurt dat nooit. Maar technisch gezien kan dat, ja. Oké. Voilà, dat waren ze, Jan. Oké, dan ga ik nog heel even naar het einde van het formulier. Je ziet hier ook nog in het menu staan annexes. Dus je gaat een document moeten toevoegen aan de aanvraag, een zogenaamde Declaration on Honor. Die kan je hier downloaden. Als je dat doet, dan krijg je een PDF waar al een deel informatie is ingevuld, afkomstig uit de aanvraag en uit de database waar het OID ooit is aangevraagd. Dus dit is ingevuld en dan ga je naar onderaan, dus de naam van de legal representative staat hier nu. Dan moet je nog de datum invullen van ondertekening en de handtekening toevoegen. En dan moet je het formulier terug opladen. Dat ondertekenen, dat doe je, kan je op twee manieren doen. Ofwel print je dit formulier, laat je op de klassieke manier handtekenen en dan scan je het en laat je het op. Ofwel laat je de PDF digitaal ondertekenen en dan staat er automatisch een datum in. Dan moet je het niet eerst gaan printen en terugscannen. Dus dat zijn twee manieren om het te doen. En vergeet het dan niet hier toe te voegen aan je aanvraag. Want zonder die Declaration on Honor zal hier dat rode kruisje blijven staan en krijg je dus geen donkerblauwe submitknop te zien. Andere bijlagen zijn niet nodig. Je kan dat in theorie doen, maar eigenlijk is dat niet nodig dat je daar andere bijlagen aan toevoegt. En dan heb je nog een checklist. Dat is om u van een aantal zaken bewust te maken, namelijk je aanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria in de programmagids. Als je die niet kent, kan je eens in die programmagids gaan kijken wat die juist inhouden. Dat je alle relevante velden hebt ingevuld. Ja, als je dat niet gedaan hebt, kan je de aanvraag niet indienen. Dus. En dat je het juiste nationaal agentschap hebt gekozen. En dus ik heb hier B102 EPOS geselecteerd en dat moeten jullie dus ook doen. En dan nog iets rond bescherming van persoonlijke data. En dan nog een paar zaken over de aanvraag. Bekijken, delen, invullen. Om te beginnen heb je hier bovenaan een PDF-knop. Daar kan je op gelijk welk moment dat je aan het formulier werkt op klikken en dan krijg je de versie zoals ze dan is, staat van invullen van je aanvraag. Dus je kan dat ook helemaal in het begin doen. Als je nog niks hebt ingevuld, dan krijg je eigenlijk
het blanco aanvraagformulier kan misschien handig zijn om naast je te leggen als je moet gaan nadenken over doelstellingen, activiteiten en alle vragen die daarbij horen die je moet gaan beantwoorden. Dan moet je dat niet hier op deze manier in het online formulier gaan bekijken. Kan handig zijn. Dan heb je ook een echte sharing knop. Dat is om dan in dit online formulier toe te laten dat er collega's, andere mensen, ofwel gaan lezen, schrijven of zelfs de aanvraag indienen. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus je klikt hier op die sharing knop en ik zeg in dit geval, ik ga een nieuwe persoon toevoegen. Ik ga die zijn e-mailadres hier noteren, dus zorg er wel voor dat je het juiste e-mailadres hebt. En dan kies je hier welke rechten je wil geven. Dus lezen, lezen, schrijven en indienen. Dus ik ga hier nu even voor lezen. Ik kan er eventueel een commentaar aan toevoegen, maar dat is niet nodig. Ik ga even mijn collega de toestemming geven om de aanvraag ook te lezen. Ik zeg oké, dan verschijnt die hier in de lijst van de personen met wie ik de aanvraag wil delen. Moet ik enkel nog hier op active klikken. En dan gaat mijn collega normaal gezien een bericht krijgen dat ik deze aanvraag met hem gedeeld heb. Dus dat is wel aanvraaggebonden. Als je stelt dat je twee aanvragen aan te maken bent, eentje in het domein schoolonderwijs en één in het domein VET, dan moet je dat apart doen voor elke aanvraag. En dan heb je hier toch tot slot nog de submission history. Dus hier gaat in verschijnen telke malen wanneer je een versie hebt ingediend, gaat dat hier verschijnen. Ook met de tijd, het tijdstip, dag en tijdstip waarop je dat hebt ingediend. Dus zorg ervoor dat je een geldige indiening doet. Dat wil zeggen ten laatste 23 februari 12 uur 's middags. Wacht niet tot de laatste dag. Er kunnen zich altijd technische problemen voordoen of het internet ligt toevallig uit in de straat bij jullie. Dat zou zeer vervelend zijn, dus probeer het toch iets vroeger te doen dan het allerlaatste moment. Heb je bij wijze van spreken op 19 februari je aanvraag ingediend en op 20 februari zeg je ja, ik wil toch nog iets aan mijn tekst veranderen, dan kan je terug naar je aanvraag gaan en dan zal er hier in plaats van submit reopen staan. Je doet de aanvraag terug open, past ze aan en dient ze opnieuw in. En dan zal er hier een tweede lijn verschijnen in de submission history. En voor de beoordeling van de aanvragen houden wij rekening met de laatst tijdig ingediende aanvraag. Dus de laatste versie die tijdig werd ingediend. Goed, daarmee ben ik doorheen het hele formulier gegaan. Ik ga nog heel kort. Het volgende meegeven. Een paar tools. Ja, die distance calculator, daar hebben we het al over gehad. Voor degenen die partners zoeken, want dat is een vraag die toch ook dikwijls gesteld wordt. Wij hadden in het verleden een portal, de School Education Gateway, waarop je onder andere partner search kon doen. Nu is die in de loop van 2022 samengevoegd met het e-twinning platform. En er is dus nu één platform en dat draagt de naam European School Education Platform. En in principe zou je op dat nieuwe platform aan partner search moeten kunnen doen. Alleen werkt dat nog niet op dit ogenblik. Ik heb dat gisteren gecheckt en die optie is nog niet geactiveerd, helaas. Dan moet je dus eigenlijk terug naar de oude
het oude platform dat nog operationeel is. En daar vind je wel onder Erasmus, als je onder Erasmus Opportunities gaat kijken, zal je zien dat daar partners zijn die zaken aanbieden. Dat gaat over aanbod om cursus te volgen, maar evengoed partners die op zoek zijn naar andere partners om bijvoorbeeld leerlingenmobiliteit te doen. Er is helaas één beperking op dit moment. Als je nog nooit op dat platform geweest bent, kan je je daar niet meer registreren. Je kan alleen bekijken wat qua publieke informatie beschikbaar is. Maar je kan je daar dus niet meer aanmelden. Je zal moeten wachten tot op het nieuwe platform dan die functie beschikbaar komt. Je kan je daar wel aanmelden, by the way. Maar je zal dus niet de optie hebben om daar al aan partner search te doen. En dan heb ik hier ook nog eens de link naar Europass. Dus ik zal deze korte presentatie ook met iedereen meesturen. Goed, daarmee zijn we dan definitief rond. Er waren wel nog vragen. Jan. Ja, oké. Okay. Ja, nog zeker één vraag. Dus komt er voor dit type aanvragen, K122... kortlopende project, komt daarvoor nog een oproep in semester 2? Waarschijnlijk niet. We hebben dat de vorige jaren ook niet gehad. Tenzij er veel budget zou over zijn van de eerste ronde, wat we niet echt verwachten. Maar dus wij moeten elk jaar een werkprogramma opmaken voor de Europese Commissie en ik weet nu niet van buiten wat percentage is, maar als de bestedingsgraad in de eerste ronde onder een bepaald percentage zou liggen, dan komt er een tweede oproep, maar anders niet. En ik acht de kans heel klein. Dus nu eigenlijk al plannen voor, of nu aanvragen voor het schooljaar 23-24. Ja. Ja. En eventueel nadenken over een accreditatie voor de toekomst. Dat is dan voor in het najaar, dus 19 oktober is daar de deadline, maar daar hebben we nog wat tijd voor om daar informatie en hulp bij te geven. Maar daar kwam ook nog even een vraagje over. Hè. Dus de regel van kortlopende projecten, maximum 3, kunnen gefinancierd worden over 5 jaar. Ja. Maar je gaat volgen, of je gaat eind dit jaar bijvoorbeeld een accreditatie aanvragen, dan vervalt die regel toch. Het is te zeggen, als je nu een goedgekeurd K122 project hebt voor de periode van 1 september 23 tot 31 augustus 24 en je vraagt in het najaar een accreditatie aan en je krijgt die, dan kan je ook financiering aanvragen die vanaf 23 begint te lopen. Dan heb je dus een stuk, een klein stuk parallele financiering. Mm-hmm. Dat is toegestaan. Dus dan komt bij een accreditatie vervalt die regel van maximum 3 op 5 jaar. Hè? Ja, in die zin wel. Ik had begrepen dat je project dan kwam te vervallen, maar dus dat blijft gewoon doorlopen. Ja. Maar van zodra je geaccrediteerd bent, kan je geen kortlopend project meer aanvragen. Uh-huh. Ja. Oké, dat was het, denk ik. En er zijn geen handjes. Dus... Oké. Ja, het heeft iets langer geduurd dan gepland. Ik hoop dat het een en ander duidelijk geworden is. Ik wens in elk geval iedereen veel succes bij de indiening van zijn aanvraag. En deze sessie is dus opgenomen en zal ook nog gepubliceerd worden op de EPOS website. Ik zal ook de link van zodra dat gebeurd is, ook de link nog eens meegeven, zodanig dat jullie dat makkelijk kunnen terugvinden. Dan wens ik iedereen nog een fijne namiddag en tot later.